wel al 3 jaar, maar nog maar 1 jaar bij KV Mechelen. Ik ben eigenlijk naar hier komen testen. En dan vonden ze mij blijkbaar goed genoeg. Dus ja, natuurlijk grijp ik die kans om naar hier te komen. Ah, goed Elise. Ik ben een heel actieve, dus ik doe dat allemaal graag. En ik dribbel graag. De leukste positie vind ik eigenlijk vooraan spits, maar ik keep ook wel graag. Voor de jongens was het toch even wennen om plots een meisje in de ploeg te hebben. Ik dacht van, dat is raar, want bij een jongensploeg kan er toch nooit een meisje komen? In het begin geven ze mij helemaal bijna geen passen en nu is dat veel beter. Ze past wel in het team, want zij is goed. Ze traint heel hard. Ze is beter dan sommige van onze ploeg. Ze kan, zoals iemand van onze ploeg, kan ze beter dribbelen. Ja, en ze is soms ook sneller als mij zelfs. Maar Elise zelf beseft dat ze nog een lange weg te gaan heeft. Ik moet mij nu wel eerst nog bewijzen voordat ik echt kan zeggen ik voetbal bij KV Mechelen. Maar meisjes kunnen ook soms beter dan jongens voetballen. Ik ga dat proberen te bewijzen. Ja, goed zo, hup, voortzoek, voortzoek, hup. Goeie matje. Ik hoop ooit met de Red Flames een WK mee te doen. Dat zou echt mijn droom zijn die uitkomt. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.